zo. Ja, heb jij nou al een presentatie gehad? Ik zei tegen je, die best nog heel vroeg komen. Die waren om 9 uur. Dat waren onze schoolklas. Schoolklas, ja, ja, ja. Dus, ja. 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 Ja, daar komt ze. Hey, wacht even hoor. Oh, dan moet je die bloemen toch weer. Ja, die bloemen. Noem maar die bloemen niet weg. Bloemen bij de weg. Dan zouden we het bij de weg. Ja, met de bloemen weg. Zo. Valt geen reden. Bij de gemeenteraad van het Boer. Dat is de griffier. De griffier die schrijft al vanaf 1984 schrijft mevrouw Huisman geheel belangeloos een samenvattend verslag van de vergaderingen van de gemeenteraad. En binnen een week na de raadsvergadering staat er van haar hand in het plaatselijke Huis en Huisblad een verslag van die vergadering. Door deze verslagen worden de standpunten van de gemeenteraad bij een breder publiek bekend en heeft ze positieve bijdrage aan de informatievoorziening naar de burgers. Maar duidelijk leesbaar en voor iedereen begrijpelijke schrijfwijze is daarbij belangrijk. En dat doe je dus al meer dan 25 jaar. Ja. Dat is niet het enige. Als je om je heen kijkt, dan zie je mensen die op verschillende manieren in jouw leven een rol spelen. Natuurlijk familie. Ja, die worden dit soort dingen uitgenodigd en ze weten het bij voorzicht te houden ook. Dat vind ik knap. Ja. Is die partijgenoten, want je hebt in, het, zeg maar in de afdeling van de VVD met de Wolde een, in de loop van de jaren een hoofdrol gespeeld. Je ziet mensen die mede met jou samen het boerderijenboek voor Noord- en Zuidbroek hebben gemaakt. Het dorpshuis, de clubheers, Tommy Bos. Dat is vanuit het dorpshuis de aanbeveling dat je van 1984 tot 1992, is al heel lang geleden, maar het speelt wel. Ook daar heel belangeloos de functie van secretaris binnen het dorpshuis natuurlijk bekleed. Vooral van nu
Zo, jullie vallen in de prijzen, want in Münsterdam was het afgelopen week prijs. En nu is het hier in Noordbroek, altijd in Noordbroek. Ook al, ook vrouwen van nu, de Bond van Plattelandsvrouwen geeft aan, al sinds 67 trouw lid. Van 71 tot 77, 98, 99 voorzitter geweest. Begeleid al 40 jaar vol enthousiasme en met kennis van zaken, de leeskring. Bovendien, animator van de culturele commissie gedurende vele jaren. Wij zijn daar veel dank voor schuldig. En dit is volgens mij nog niet eens helemaal alles. Maar het is wel voor ruimschoots voldoende. Het is wel voor ruimschoots voldoende om de magische woorden te mogen spreken met haar majesteit van Haag. Ja. Want zoals het al zo mooi wordt geformuleerd, betrokkenen kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En dat betekent dat je vandaag de versiers kan krijgen opgesteld die horen bij de lidmaatschap van de Orde van de Renaissance. Ik ben blij dat je jasje aan hebt. Mag ik ook? Anders kun je aan je shirt hangen. Dat is niet zo'n grote put. Zo. Een exemplaar voor de dames. Is wat groter dan dat voor de heren. Oh, leuk. En bedankt namens de samenleving voor je inspanningen. Geweldig. Dames en heren.